Hey iedereen, Mup Gaming hier weer. Ja, we gaan weer verder. Bij die afspring. Niet de band. En zo heet het hoofdstuk natuurlijk. Ja, dit filmpje heb je gezien. We zagen net hoe Timmy werd vermoord. En Timmy moeten we redden. Ik bedoel, dat kan niet meer natuurlijk. Maar we kunnen wel onze wraak nemen. Die beest. En... holy shit. Dit zijn dus de kinderen... van Kabuto. En dat... groene ding wat je naar beneden ziet, dat is een zwakte punt. Ik zou nu mijn sniper wel kunnen gebruiken. En ze schieten behoorlijk hard. Kom op. Ja, Kabuto is dus een beetje het magische beest wat hier... ja, wat hier de boel... Oh, kan dat? Twee. Ah, oké, dat kan niet. Ja, nee, Kabuto is dus het magische beest wat hier de boel zit te terroriseren. Hebben we geen shop? Nee, geen shop. Ik zou mijn sniper niet wel willen hebben, eigenlijk. En dan gaan we zijn kindjes doodmaken. Dat kan niet tegelijk. Zie je, dit werkt niet. Je moet ze echt naar beneden raken. En daar is het Millennium Kanon niet heel erg goed geschikt voor, zoals je ziet. Hier ben ik. Sterf jij! Halleluja. Kom op. Is dat een mis? Gelukkig ben je hier wel veilig als je zeg maar uit om Heining komt, dan kan hij niet komen. Zie je? Oh! Kom op, sterf jij vies vuil! Klerenbeest. Oké, dat is één. Ik ben wel door allemaal munitie heen, maar goed. Halleluja. Kom op. Blijf je staan. Hé! Hey. Hij staat vast! Oké. Nou, dat scheelt weer. Zie je, dit is gewoon onmogelijk. Dit kan echt niet. Kan die nog wel dood dan? Dat, Ja, hij kan nog wel dood. Nou. It's all over. Kabuto and the Sea Reapers. They're just too powerful. The Smarty race will be over. We were destined to be slaves. No, that will never, ever happen. This is our fight now. Timmy's death will be avenged. Yeah. Listen, Joyce. Name's Poor Joyce, lad. Poor Joyce. Planet Majorca can wait. No one pushes us around. This is my war now! That's the spirit, Tell! Freedom! Come on then, poor Joyce. Help us! Oh, these incessant voices in me head! Ah, all right, I'll take you to the Reaper Fortress where your friend's spacecraft crashed. We'll need their help. Oké. Ja, Gordon en Bennett zijn natuurlijk ingestort. Ja, ik had gezegd, ik zou wat meer over het verhaal gaan vertellen. Oh, Timmy. Nou ja, het is dus vrij simpel. Je hebt drie verschillende rassen. In dit geval de Max die hier een beetje geïmporteerd zijn eigenlijk.
Oh, oh, de jetpack upgrade. Oh, die wilde ik al zo lang. Ik hou deze wel even. Maar goed, je hebt dus drie verschillende rassen. Je hebt de Max, je hebt de Sea Reapers en je hebt Kabuto. En een belangrijke uitzondering daar is Delphi. Dat is Delphi. En Delphi is dus de dochter van die Sevo. Dus dat was die blauwe die we toen eerder zagen. En daar gaan we straks ook mee spelen. Dus dat is wel leuk. Kijk, deze is jetpack upgrade. En dat is dus echt letterlijk wat het zegt. Een jetpack upgrade. Dus als het goed is, moet je het net kunnen halen. Net niet. Maar dit ding is echt... Daar kan je eindelijk lekker mee vliegen. Oh, hallo. Attack! Ja, want onze missie nu is volgens mij naar dat... Ja, daar zo, dat arendsoog. Ja, ik vind het een beetje op een arend lijken op de een of andere reden. Dat is onze... doel voor vandaag. Oké. Gooi jullie die andere maar aan. Los ik deze op. Oh, dat zijn er wel veel. Verrassing! Boom! Oh, hallo. Er zijn er nog meer. Gaan jullie die achter staan? Gelost. Oké, die gaan naar boven. Oké. Nu moeten we daar naartoe om die Gordon en Bennett vrij zien te krijgen. Eten. Oeps. Ja, we hebben een Sam-site hier. Nou, oh, we hebben een aantal Sam-sites daar. Ik kan me niet voorstellen dat er geen shop is. Fuck, er is wel een shop. Natuurlijk, daar ben ik geweest in het begin. Crap. De vraag is nu, moet ik nou teruggaan? Oh... Schiet hij niet op mij? Nee. Oké, en dood. Mooi. Volgende. Ja, voor mij wordt hij wel geraakt. Of misschien ook niet. Nope, die wordt niet geraakt. Oké, jongens, we gaan snel en hopelijk worden we niet neergeknald. Snel achter de toren. Auw. Yes. Ah, kijk, hier hebben we ook een shop. Hij was dus wel geraakt. En daar zie ik er ook nog een. Auw. Oké, jongens, kom op. Auw! Oh nee, oh nee! Fuck! Ik was vergeten dat die turret er nog stond. Oké, nou, geen probleem. Geen enkel probleem. Doen we wel even. Ik neem toch mijn sniper mee, denk ik. Ja, als we willen, we kunnen ook in één keer die kant op gaan. Ik weet alleen niet of nu ook dat ding geraakt wordt eigenlijk. Waarschijnlijk niet.
Ja, want als je nou wat mijnen neerlegt, kan je in één keer van hier daarheen vliegen. Maar ja, dan... verslaan we het doel van het spelletje, dat is ook niet de bedoeling. Nieuwe mijnen. Oké, zodat we er 5 hebben. Aangezien we het net niet helemaal in één keer haalden. Halen we het nu wel. Kijk uit voor die turrets. Oké. Zo. Opgelost. Oh, dat was niet de bedoeling om een raket te schieten. Thanks, mate. Oké. Attack! Barracks maar. En... oké, kapot. Weer een paar granaatjes. Oh jee, missel. En die nog dood. Ik heb geen raketten meer. Shit. Gelukkig laten ze zelf allemaal heel veel health achter. Halleluja, we hebben weer bijna neergeknald. Oké. Jee. Ja, nou ga ik toch maar voor de veilige route. Ik ga gewoon terug. Dan wordt het maar een wat langere aflevering. even kijken. Kijk, het was toch hier? Ja, daar hebben we gevochten. Beestjes. Oeh, ga ik bijna weer dood. Zo. Ja, toch een Millennium Kanon hoor. Ja, ik wil toch 5 mijnen meenemen. Oké. 1, 2, 3. Dan ben je weer binnen rechts te gaan. Naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts. Ja, je zou toch zeggen van joh, dan neem je toch die flares mee, maar... ik vind die flares zo... ja, situationeel. Oké, beter mijnen meenemen. Zie je, nou gaat het gewoon bij mij in ieder geval net goed. Oké, maak die nou af. Ik weet niet of hij geraakt wordt. We blijven een beetje laag bij de grond. Iemand die helpt net, maar... hallo meneer... en dood! Dood! Dood. They killed the building, maar dat was niet nodig. Er staan nu wel echt heel veel. Dat is goed beschermd daar. Hey, geen sniper. Slim van ze. Oké. Attack!
me dood. Oh jee, ze hebben hier een groot kasteel. Een grote barracks. Destination out of range. Onmogelijk. Oké, die gaan we ook even opblazen. Het leuke is... Oh jee, dit is niet leuk. Dus je kan hier binnenin staan en dan schieten... Zie we het zelf kapot. Hallo. Kom op, jongens. Zo. Shit, missile lock. Oh, ik heb mazzel. Snel, waar is die shop? Te veel vliegen hier. Ah, hier was de shop. Zo, hé. In ieder geval weer genoeg leven. Achter me aankomen. Waar is Rex gebleven? Is hij voor eeuwig dood? Gaat bijna denken. Yeah. Okay. En... Oh jee. Oh, hoe kwam dat mis? Zitten hier nog een hoop dingen? Zie je naar die toren? Ik wil dat je die toren opblaast. Die turrets zijn ook heel vervelend. Het is eigenlijk allemaal heel vervelend. Oké. Nou, tel. Leuk je gekend te hebben. Laten we vanaf hier een beetje bombarderen. Oké. Okay. Ja, we moeten dus nog een stukje naar verder en we moeten op mijn daar naar boven. Dan zag ik daarachter nog een SAM-site. Of een AA natuurlijk. Kijk of we die ook een goede dag kunnen wensen. Hallo. Take it. Ja, voor mij zitten ze hier binnen gevangen of zo. Holy shit, waar komt dat vandaan? Daar dus, hè? Meneer de turret. Valt nou niemand meer lastig? Maar er gaan wel deuren open. Tadaa. You idiot!
zijn niet de slimste. Nice of you to visit. Oh, there's gotta be a way out of here, Baz. You might want to see this. Oeps. Ja, dat is de Sappho, wat ik net over had. En dat is Delphi. Delphi. This way. Get back to Borgioisi's raft. I'll meet you there. Ah, you really did it that time. Once the Queen finds out that Delphi has joined us, she'll be coming with everything she's got. And what would you suggest, old man? Come on, laddies. I know an old settlement. I'm going to teach you the art of base building. It's time to make a stand. So. Nou, mooi eindpunt. Heel mooi eindpunt. We need to kill that charger if we want to move in. Aim for his open mouth when he charges. That's their only weak spot. Ja, dit is dus een mooi moment om te stoppen. Dan laat ik je volgende keer een heel nieuw element van het spel zien.